Schreuder out? Ja, dat lees ik op Twitter. Ja, Slot out. Hashtags allemaal. Lees ik allemaal op Twitter. Ajax verliest. Hup. We gaan ze allemaal in Amsterdam. Ja, weg met die Schreuder. Oprotten. Wegwezen. Ja, en Feyenoord verliest. Hup, al die Rotterdammers. Ja, die Slot, die kan er helemaal niks van. Wegwezen, die moet ook weg. Vrienden toch. En zowel in Amsterdam als in Rotterdam. Kunnen we even een beetje de rust bewaren, alsjeblieft. Kijk. Hey, wie zijn er allemaal niet weggegaan bij Ajax? Hé, hey, zijn jullie het allemaal vergeten? Ja, wat dacht je van Anthony en Martinez en Gravenberg en Mazraoui en Haller en Westerveld? Allemaal weggegaan. Ja, en spelers die je daarvoor... Dan moet je echt een heel goed neusje hebben voor talent. Wil je daar weer de juiste spelers voor terugkrijgen? Ja, vrienden, en dat is dan... Ja, en ik weet niet of die er nu zitten bij Ajax. Of die mensen allemaal die kennis hebben. In ieder geval Overmars had dat wel. Maar goed, en de spelers die je dan terugkoopt... De kans is dan groot dat die gewoon allemaal net wat minder zijn dan wat je had. Ja, dit. En dat maakt dan net het verschil tussen goed en heel goed. En dat is dan ook het verschil in de uitkomst in de Champions League. Dus ja, en ligt het dan aan een trainer? Ja, ik weet het niet hoor. Ik geloof het niet. Ik geloof het gewoon niet. Nee. En in Rotterdam, wat denk je daarvan? Vrienden, even bij Feyenoord. Wie zijn daar allemaal weggegaan? Mag ik ze even opnoemen? Osnus, Malasia, Senesi, Sinistera. Ja, ik noem er maar even een paar hoor. Die zijn gewoon weg. Ja, en heb je die teruggekregen met dezelfde kwaliteit? Nee. Nee, want en dat is dan niet vanwege scouting of vanwege een... geen geld in Rotterdam, dat weten jullie toch. Die hebben geen centen. Kunnen niet eens een middenvelder van FC Twente kopen. Dus wat wil je? Ze krijgen alleen maar afgedankte spelers. Spelers die een beetje mislukt zijn. Ja, Idrissi hier. Ja, een Baks. Ja, allemaal behelpen geblazen. Dat werk. Of transfervrij. Of, ja, weet je. Vrienden. Dan ligt het toch niet aan de trainer, dan ligt het toch niet aan Slot. Wees dan gewoon blij in Rotterdam, vrienden, dat je Slot hebt. Anders was het toch allemaal heel veel erger, geloof me nou. Maar goed, jullie in Amsterdam, jullie willen van Schreuder af. En jullie in Rotterdam willen van Slot af. Dan stel ik voor, daar heb ik over nalopen denken. Dan gaan we ruilen, dan gaan we wisselen. Met gesloten beurs, ogen dicht, hup. En we steken over. Ja. Ajax krijgt Slot. En Feyenoord krijgt Schreuder. Ja. Ja, goed. Hey, zie het gebeuren. Gewoon vanaf morgen. Laten we dat gewoon ingaan. Hup. Ja. Dus die Schreuder die stuurt gewoon zijn auto naar Rotterdam. En die Slot die stuurt hem naar Amsterdam. Nou, daar gaan we dan. Nou, ja, vrienden. Ik weet het niet. Ja, laat dat eens even inzinken. Laat dat even inzinken. Willen jullie dat in Amsterdam? Ja. Willen jullie Slot? Hè? Ja. En in Rotterdam? Willen jullie Schreuder? Ja, vrienden. Dat is het. Dat is het. Ik heb daar even zwaar over nalopen denken. Ja. Ik als Feyenoorder. Ja, wat zou ik dan willen? Nou ja, ik wil het ook van jullie weten. Trouwens. Als er geruild zou worden. Wie willen jullie dan? Ja? Ja? Nou, ik zeg als Feyenoorder... Nee, wij houden Slot. Nee, we gaan niet ruilen. Nee. Slot blijft.